Hey! Achter me, waar al die mensen staan, staat het Norfolk-triptiek, een van onze belangrijkste schilderijen van de oude kunst. Het is zo rond 1410, 15 gemaakt in Maastricht of Luik, we weten het niet precies zeker. En het geeft zo prachtig weer hoe zo rond 1400 de kunst eruit ziet. Op het middenpaneel zie je onderop, de hoofdafbeelding, is Christus als man van smarten. Je ziet hem opgetild worden, als het ware, uit het graf door twee engelen. En daarboven zie je de kroning van Maria. Hij wordt omringd door allemaal heiligen. En het is dus eigenlijk een soort allerheilige beeld. Maar de kern is dat lijden van Christus. En als je dus dat voor dat drieluikje zag, dan moest je eigenlijk meelijden. Je moest meevoelen met Christus. Het is paneel, het is gewoon een eikenhouten triptiekje, een drieluikje. Maar de hele achtergrond is gemaakt van bladgoud. Dus het lijkt net of het puur goud is. En dat is niks voor niks. Want in die tijd, de schilderkunst komt op met paneelschilderkunst en doeken. Maar het allerbelangrijkste in de kunst zijn echte gouden dingen. Dat was echt het mooiste wat je kon hebben. Het liefst nog met een reliekje erin. Maar echt puur gouden dingen, dat willen mensen hebben. En dat was zo duur, zo onbetaalbaar, dat eigenlijk alleen de allerrijkste, dus inderdaad koning of hertog, het konden betalen. Als je van de burgerij was, dan kon dat eigenlijk al niet. En dan nam je eigenlijk je toevlucht tot dit soort schilderijen. Het lijkt net goud, het zijn zelfs groter dan die gouden objecten. Maar in wezen zijn ze natuurlijk veel goedkoper, omdat het alleen maar hout is met een heel dun laagje goud. Het is dus een imitatie van gouden objecten, omdat het heel duur is. Maar het goud had ook een hogere betekenis. Het goud staat eigenlijk voor het goddelijke. Het is het God eigenlijk. Het is het allerduurste wat je hebt. En dat die weerschijn, dat staat in wezen voor het goddelijke. En het hele bijzondere is, dus dat triptiek is zo rond 1415, 1420. En iets later, 15 jaar later, komt Jan van Eyck. En die zegt, ik doe geen gouden achtergronden. Dat is hem schijnbaar niet realistisch genoeg. En hij maakt die stap van, ook al betekent het het goddelijke, ik wil de ware natuur zien, ik wil gewoon een landschap. Hier zie je dus de drie Maria's aan het graf van Jan van Eyck. En hij is echt de eerste, die, als hij goud schildert, wil schilderen, dan gebruikt hij geen echt bladgoud zoals alle kunstenaars voor hem. Nee, hij gebruikt gewoon verf. Dus geel, zwart, wit, bruin. Zoals de reflectie is. Want als je bladgoud op een schilderij aanbrengt, dan geeft het altijd de reflectie weer zoals het hangt. Dus als je het wil imiteren zoals het in de voorstelling is, moet je die weerkaatsing, die weerschijning hebben die in de voorstelling te zien is. Dus daarom is, als je het schildert, goud eigenlijk overtuigender met verf dan als je het met bladgoud doet. Wat dus daarnaast heel belangrijk is, Jan van Eyck zal nooit een gouden achtergrond. Hè? Alle kunstenaars voor hem, als ze een landschap, dan zie je wel heuveltjes, maar de hemel is gewoon bladgoud. Het hemelse. Hij wil dat absoluut niet en hier zie je dus een oneindig landschap, maar gewoon met wolken en met een prachtige blauwe hemel.